Goedendag en welkom weer bij een aflevering van Alpha Audio. Vandaag hebben wij iets heel erg leuks en kleins op tafel. De Lime Tree by Lindeman. Dit zijn twee doosjes in dit geval. Zijn er meer, dus ook nog een fonotrap en een streamer zonder DA-converter. Maar wij hebben de headphone amp en de streamer met DA-converter van Lime Tree. Check it out. In deze video gaan we eigenlijk alleen maar even de streamer bekijken, omdat we de headphone amp nog niet goed hebben kunnen testen, omdat deze alleen een 3,5 mm mini jack heeft. En ja, en bij een apparaat van dit kaliber en in deze prijsklasse verwachten we eigenlijk wel een grotere jack, zodat we betere hoofdtelefoons kunnen gebruiken om dit apparaat te testen. Dus vandaag gaan we het vooral hebben over de streamer. En dit is het model met DA-converter. Er is ook nog een model zonder DA-converter en die kan je weer combineren met de DA-converter van Lime Tree in dit geval. Als we gaan kijken naar de streamer, dan zien we dat deze vrij simplistisch is van opzet. Het is een heel klein kastje en het is een beetje een modelletje wat we eerder hebben gezien, hebben we het idee. Maar ja, nee, het komt wat bekend voor. We hadden een beetje een déjà vu gevoel toen we deze Lime Tree uit de doos pakten. Nou, achterop zien we wifi, USB, LAN en twee analoge outputs, single-ended. Deze heeft geen balanced opzet, al zou het theoretisch wel kunnen, want er zitten twee AKM-dakjes in mono. Voorop, aan en uit, en SR en DSD. Deze kan, de sample rate kan je instellen en hij kan ook in DSD-modus worden gezet, zodat je ook DSD kan streamen. De AKM-dak die hierin zit, die kan dat aan. Nou, interessant om te weten is dat er een Lindeman app is, zowel voor Android als voor iOS. En deze is ook compatible met Rune. Het is een Rune endpoint. En we hebben hem in beide gebruikt. We hebben WBMP gebruikt, we hebben de Lime Tree of de Lindeman app gebruikt en we hebben Rune gebruikt om deze streamer te gebruiken. Nou, in eerste instantie hebben we niet gekeken naar de prijs, zijn we gewoon gaan luisteren en hebben we hem ingeschaald in een klasse waarvan we dachten, nou, daar hoort hij wel thuis. Toen we gingen luisteren, klinkt prima. Het is zeker geen slecht apparaat. De installatie is flawless. Je plugt hem erin, je ziet hem meteen in het netwerk. Rune herkent hem direct. Hij is ook goedgekeurd, geaccrediteerd of hoe je dat ook precies mag noemen. En we hebben hem eigenlijk alleen via de bekabelde aansluiting gebruikt. We hebben wifi niet geprobeerd. Had gekund, maar wij streamen eigenlijk nooit via wifi. Hij heeft een interface, hij is via de app in te regelen, je kan hem een naam geven, er kan van alles mee. Dus functioneel gezien is het echt wel een heel uitgebreid apparaat. Toen zijn we gaan testen. We hebben hem getest in onze hoofdset en in onze kleine set in combinatie met deze headphone amplifier met een Pioneer, een redelijk eenvoudige hoofdtelefoon. En ja, hij klinkt goed. Wij hadden hem ongeveer op het niveau van een Bluesound geschaald. En aangezien Bluesound zo om en bij de 549, maar misschien 600 euro is, hadden we hem ook rond die prijs een beetje ingeschat, als we eerlijk zijn. Maar hij is 900 euro. En ja, dan wordt het wel een beetje een dingetje, want 900 euro voor zo'n streamertje vinden we eerlijk gezegd wat veel geld. Ook als we kijken naar de functionaliteit en de opties die er zijn en de app, ja. Eerlijk, ja, de app van Lindeman is echt wel goed. We hadden geen issues qua instabiliteit of qua functionaliteit. Het is gewoon een app die werkt. Hij doet wat hij moet doen. Hij is ook te bedienen met WBMP, want het is in feite een UPnP streamer met een Rune extensie. En dat vinden we interessant, maar dat kan Bluesound ook allemaal. En Bluesound heeft ook Bluetooth, tweeweg zelfs. Bluesound heeft ook een headphone output. Eerlijk, deze is beter. En deze heeft twee DAC's, AKM, mooie DA-convertertjes. Maar als je onderaan de streep gaat kijken, dan is dat verschil minimaal. Misschien dat deze een fractie beter klinkt dan een Bluesound Note 2i. Maar is dat de prijsstijging van ongeveer 300 euro waard? En ja, daar
hebben we moeite mee. Heel eerlijk. We gaan hem nog uitgebreid reviewen op tekst. Dus u kunt de review van deze Lindemann streamer nog verwachten. We bedanken u voor het kijken. Tot de volgende keer.